Frans, goedemiddag. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, als je kijkt naar het veld. Het is een heel nieuw kunstgrasveld. En de goede omstandigheden. Lekker weer. Ik denk dat er behoorlijk wat publiek op af gaat komen. En als je dan een finale kunt spelen, dan heb je er altijd zin in. Was het nog moeilijk om de teleurstelling van het mislopen van de titel om te zetten in motivatie voor deze wedstrijd of helemaal niet? Ja, dat heeft wel behoorlijk wat energie gekost. Maar ja, ik denk wel dat we daar met z'n allen in geslaagd zijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, dat begint altijd met praten en daarna trainen. Maar ik proef wel dat deze bekerfinale leeft. Hoe proef je dat? Op welke manier proef je dat? Nou ja, dat de spelers heel graag een prijs willen pakken. En dat de teleurstelling van vorige week heel erg groot was. En dat ze tijdens de wedstrijd eigenlijk ook al een teleurstelling te verwerken hadden toen de tussenstand van Spakenburg bekend werd. En dat doorgewerkt heeft in het resultaat vorige week. Het is geen goede zaak. En dat mag niet bij een sporter. Maar we zijn ook allemaal mensen en het gebeurt. En dan leg je zo'n slechte wedstrijd op de mat. Vanmiddag is het een topklasser tegen een eerste klasser, waardoor je echt wel de favoriet bent. Is dat lastig voor een ploeg als IJsselmeerboos? Ja, Jos Watergraafsmeer kan zich in de tegenstander vastbijten. Die spelen tegen een topklasser en hebben eigenlijk niks te verliezen. En dat is extra moeilijk. Maar we zijn aan de andere kant gewaarschuwd dat ze in de halve finale Jos Watergraafsmeer een topklasser gewipt hebben. Dus in dat opzicht is het goed om dat mee te nemen in je kopie. Want wat wisten jullie van Jos Watergraafsmeer? Ze zijn gezien in de wedstrijd tegen Spakenburg. Een analist is geweest in de competitiewedstrijd na die wedstrijd tegen Spakenburg. En ik ben afgelopen zondag zelf nog geweest. Dus we hebben ons denk ik wel terdege voorbereid. Welke indruk heb je gekregen van de ploeg? Een ploeg wat een echt team is. Wat wil voetballen. Met de nodige ervaring in de as van het veld. En ik denk dat het een ploeg is die zich met de Amsterdamse bluff voor één wedstrijd heel goed op kan laden. Dankjewel, veel plezier. Dan ben je een graag een applaus voor Martin Jobbard en weer een eigen nieuw trio. Thank you.
Thank you.
heeft niet gedaan. Namens de KNVB mag ik jou een cheque overhandigen van 1000 euro. Jullie gaan. Namens West 1 zijn we meteen de volgende ronde spelen. Hou de van West 1 hoor. Ja, sorry dat je straks ook de jongerenbeker mee naar huis neemt. Voor nu. De beker die hoort bij het winnen van de finale vandaag. Alsjeblieft, jullie hebben het niet. De beker zit er. Geef het zo, dan is het zo voor de volgende ronde. Nabil El Gharari, gefeliciteerd met de beker. Hij is mooi, het was weer jouw wedstrijd. Ja, ik doe elke wedstrijd mijn best. En ja, vandaag was het weer mijn wedstrijd met 2 doelpunten. Ja. En een mooie afscheid voor mij met de IJsselmeer Vogels. Volgend jaar ben ik weg. Ik zou de club wel gaan missen, de spelers, iedereen. Want ja, uiteraard was het een teamprestatie, maar in de districtsbeker heb jij toch veel belangrijke goals op je naam kunnen schrijven dit seizoen. Ja, maar je doet het met z'n allen. Hè. Voorzetten krijg ik ook niet, doe ik ook niet zelf van de kop. Ik krijg ze ook van mijn teamgenoten. We hebben er gewoon samen voor gewerkt, hard voor gewerkt. Maar het is wel een mooi moment dat ze jou de beker mochten laten ophalen. Ja, mooi moment. Echt een mooi moment, zeker weten. Ben je dankbaar daarvoor? Ja, heel dankbaar. Wat gaat er vanavond verder nog gebeuren? Ja, feesten. Nog wel? Ja, zeker weten. Het is eigenlijk nog niet afgelopen, er komen nog een paar wedstrijden aan, maar... Toch een beker in onze handen, dus dat gaan we wel vieren, zeker weten. Okay. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Michael, allereerst gefeliciteerd met deze prijs. Hoe blij zijn jullie hier toch nog mee? Ja, heel blij natuurlijk. Het is gewoon de beker en elke prijs is een prijs. En ja, we hebben dit seizoen
We zijn geen kampioen geworden, dus deze prijs stond hoog in het vaandel. En ja, we hebben gewoon eigenlijk terecht de beker gewonnen, vind ik. Was het nog lastig om jezelf op te laden na de competitie voor dit duel? Nee, juist helemaal niet, want we hebben het eigenlijk slecht afgesloten, de competitie. Met een nederlaag en dan weet je dat we nu extra onze best willen doen, want we willen gewoon het recht zetten en dat hebben we gedaan. Na ruim een kwartier spelen stond er een 3-0 stand op het scorebord, maar in de tweede helft een heel ander verhaal. Ja, inderdaad. Wat eigenlijk bij het begin voor ons was, was voor de tweede helft ook voor hun. En dat mag eigenlijk niet gebeuren. En het gebeurde, maar gelukkig hebben we toen nog de knop omgezet. En toen vielen er zoveel gaten op het middenveld en in de ruimtes achter hun verdediging, omdat ze alles of niets gingen spelen. En gelukkig hebben we daar nog van geprofiteerd, want anders was het nog lastig geworden. Toch nog een belangrijke rol voor jou in je invalbeurt? Ja, als ik inval wil ik altijd scoren en ik wil gewoon spelen en dan moet je scoren. Hè? Dat is geen makkelijke hoek, is dat er goed in? Ja, inderdaad. Ik zag middelbeek al naar zijn goal rennen, dus ik denk ik schiet gewoon. Het is toch de laatste seconde en hij zat en hij vloot gelijk af. Dankjewel, geniet van het feestje vanavond. Frans, gefeliciteerd. Het was in de tweede helft nog spannender dan je had gehoopt, denk ik. Ja, maar dat is zo'n scenario, kun je het niet schrijven. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar het geeft wel aan waar de zwakte ligt binnen onze groep. Namelijk? Nou ja, wij hebben moeite om volledig geconcentreerd te blijven de hele wedstrijd. En al die momenten die in het eerste kwartier naar rust gebeurd zijn, die zijn besproken. Ik wist dat ze, dat is Amsterdams, op de bluff, veel intimidatievoetbal zouden spelen. Mm. Dat ze voor de laatste kans zouden gaan in de eerste fase naar rust. Dat ze je zouden proberen uit het spel te brengen, uit je evenwicht te krijgen. Door te slaan, schoppen, te lullen tegen je. Alles. En zelfs letterlijk gezegd, jongens, blijf met je handen af van de tegenstander in je eigen 16. Want dan gaan ze geheid gaan ze liggen en dan krijg je een penalty tegen. Dus dan is het zaak dat je goed aan de wedstrijd blijft beginnen. Of de tweede helft weer begint. Mm. Maar ja, dan zie je veel minder beweging na rust. Je ziet geen loopacties meer. Onze kracht de eerste helft was gewoon sprintend de hoek in. Om het veld groot te maken, om aan voetbal toe te komen. En als er dan geen beweging meer is en als er dan geen diepgang meer is, dan ben je in balbezit ben je heel makkelijk af te stoppen. En dan opgeteld bij het intimidatievoetbal wat de tegenpartij op het veld laat zien. Ja, dan waren wij helemaal niet meer bij de les en dan geven we het zo uit handen. Want een betere start had je niet kunnen wensen. 2-0 na 2 minuten. Nee, ja, maar 12 minuten na rust staat het gewoon weer 3-3. Oftewel, je kunt weer opnieuw beginnen. Wat IJsselmeers al wel vaak heeft bewezen dit te doen is wel mentaal sterk te zijn. En nu ook weer na de 3-3 toch nog 5-3 uiteindelijk. Ja, maar de mentaal sterk te zijn, dat had ik dan liever in het eerste kwartier na rust gezien. Dan zeg ik van als je dan mentaal heel sterk bent, dan laat er geen muisje meer doorheen. En dan mag het misschien 3-1 worden over de hele wedstrijd. En dan speel je die wedstrijd gewoon uit. Als een kerel, laat je eigenlijk niet gek maken. En geef je de scheidsrechter niet de gelegenheid om een bal op de stip neer te leggen. En dan speel je die wedstrijd uit. Dus liever 3-1 gewonnen dan 5-3 eigenlijk? Ja, absoluut. Dat duurt je avontuur bij IJsselmeer was toch nog langer dan je had gedacht van tevoren misschien? Oh nee, maar ik heb volgens mij in mijn contract ook niet staan dat het na vandaag afgelopen zou zijn. Dus in dat opzicht gaan we ons gewoon weer voorbereiden voor volgende week. Dan zie ik je volgende week. Oké. Okay.